Loes en Jippe gaan vandaag trouwen en zijn onderweg naar de trouwlocatie. Dit doen ze in een wel heel bijzonder voertuig. We zijn een boot geworden, we varen. Het voertuig is voor verschillende gelegenheden te gebruiken. Voor eigenaar Tom begon het als een hobby. Toen mijn zoon 6 was, toen had hij een amfibieauto van Playmobil. En toen vroeg hij van, bestaan die ook in het echt? We hebben wel op Marktplaats gekeken, maar er was niks. En een tijdje geleden, toen stond er wel een te kopen. En toen dacht ik van, ja, dat is nu of nooit. It's not unusual to have fun with anyone. Het leukste is eigenlijk de overgang van land naar water. En zeker als je een beetje vaart hebt, dan kun je een leuke plons maken. Ik heb ooit een keer 2 collega's meegenomen. Op zich best stoere mannen. Maar toen we eenmaal het water op gingen, toen riep de een zo van... Oh, hij drijft! En daar klonk toch wel een heel stuk opluchting in door. Het varen met dit voertuig, om dat met andere mensen te delen. Iedereen wordt hier blij van eigenlijk. Dat is het leuke van deze amfibieauto. Dat waar je ook komt, je ziet eigenlijk alleen maar glimlachende mensen om je heen. Rijden met een boot of varen met een auto? Check dan de website.